Ik ben in een museum in Leiden, waar ik meer te weten probeer te komen over het allereerste wat we van het menselijk lichaam weten, namelijk de bevruchting. Want wat als zelfs dit standaard verhaal over ons lichaam en waar lichamen vandaan komen niet klopt? Hallo. Hi. Essen. Hallo. Je hebt de baarmoeder al gevonden, zie. Ja. Ja, klopt. Ik heb er zelf ook zo een. Jij hebt je verdiept in het bevruchtingsverhaal. Ja. Waarom? Nou, ik studeerde filosofie en ik las toen al een keer een essay van Emily Martin. Dat komt uit 1991 en dat heet Egg and the Sperm. En dat ging over stereotypering bij de spermacel en eicel. Dus de spermacel, heel actief en een hele gemotiveerde, stoere zwemmer. En de eicel is heel krijgt een hele afwachtende rol. Dus die soort slapende schone die daar stilletjes ligt te wachten totdat ze wordt doorboord door die stoere, moedige spermacel. En dat verhaal klopt niet? Nee, dat klopt niet. Er zijn eigenlijk drie grote misverstanden die je heel vaak mis ziet gaan in die filmpjes. Goed, eerste misverstand. Klaar voor? Ja. Oké. La grande course pour la vie. All right, boys, let's get her. Willi schwimmt so schnell er kann. Bernd auch. Willi schwimmt, als hinge sein Leben davon ab. Bernd auch. Aber im Schwimmen ist er der Beste. Hurra! Das Ei ist hübsch und weich. Nou, je ziet in dat filmpje bijvoorbeeld dat de spermacel eigenlijk één doel heeft. Dat is heel hard zwemmen naar die eicel. Maar ja, dat klopt dus eigenlijk niet helemaal. Die spermacel, die beweegt wel zo door die eileider heen, maar het is eigenlijk meer een soort bal in een flipperkast dan een soort vastberaden Pieter van der Hoge band. Die doet eigenlijk maar wat. En heeft ook een hele sterke zijwaartse kracht, die eigenlijk 10 keer sterker is dan de voorwaartse kracht. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat hij veel harder nee zegt dan dat hij eigenlijk ja zegt. En hij wordt ook heel erg voortgestuwd door de samentrekkingen van de baarmoederwand. En wat je dan ook nog ziet, is dat eigenlijk vaak het spermacelletje heeft een soort identiteit. Dus die heeft een hoedje op of een zwembrilletje op. En die eicel, dat is een beetje zo'n suffe gele bal die ergens ligt te wachten. Nou ja, ik denk dat jij ook wel weet dat de identiteit van een kind komt net zoveel van de vader als van de moeder. Dus dat is ook een beetje jammer. For the first time we'll be able to appreciate just what an extraordinary journey sperm face as they try to reach the egg. The sperm will face death at every turn. Everything is working against sperm. They're not really given a helping hand by the female reproductive tract. You've got a lot of death. You've got a lot of obstacles to overcome. From a sperm's point of view, landing in Emily's vagina is like D-Day. One wrong turn. And it's a slow, lonely death. Wat je in deze filmpjes natuurlijk ziet, is dat eigenlijk de vagina wordt neergezet als een soort vijandig gebied. Waartegen de sperma heel erg gewapend moet zijn en een soort manhaftig er doorheen moet om al die obstakels te overwinnen. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon ook een beetje een raar verhaal. En dat klopt ook gewoon niet helemaal. In principe zonder de baarmoederhals gaan alle spermacellen dood. Maar er is ook nog zoiets als chemotoxatie. Dat is eigenlijk een signaal dat door de eicel wordt afgegeven, waardoor de spermacel weet waar die eicel kan vinden. Maar dit zijn hele heroïsche filmpjes. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, zo'n spermacel kan niet goed zwemmen en weet ook de weg niet. En moet geholpen worden door de vagina. Dus eigenlijk een loser. Ja, nou ja, een loser. Kijk, uiteindelijk redt hij het wel, maar zonder die eicel zou hij hopeloos verloren zijn, ja. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Om dit obstakel te overleven is de zaadcel van een speciaal systeem voorzien. Onder het pantser bevindt zich een wapen dat de zaadcel tot nu toe heeft verborgen. Dit zijn enzymen met een oplossende werking. Ah!
ziet in deze filmpjes dat die spermacel eigenlijk bijna soms op een agressieve manier die eicel doorboort. Hè? En die eicel is nog steeds die wachtende bal. Dat is niet helemaal hoe het gaat. Als de spermacel aankomt bij de eicel, dan moet die door twee lagen heen. En er zit een stofje in die eicel wat ervoor zorgt dat de spermacel hyperactief wordt. En dan fuseert het membraan van de spermacel met het plasmamembraan van de eicel. Dus de spermacel gaat dan eigenlijk... komt dan met zijn hoofdje in die eicel terecht. Hij schudt nog steeds van nee, waardoor hij steeds dieper in de problemen komt. En dan gaat de inhoud van zijn hoofdje komt eigenlijk vrij. Dus als je er een verhaaltje van zou willen maken, zou je er net zo goed van kunnen maken dat hij gescalpeerd wordt door de eicel. Maar een spermacel heeft dus eigenlijk helemaal geen doel? Nee. Nee, hij heeft geen wil, geen persoonlijkheid. Nee. Kijk, wat natuurlijk hier jammer aan is, als je dit op deze manier leert, is dat dat mensen dat dan kunnen gebruiken om te zeggen van nee, maar kijk, ook volgens de natuur, volgens onze biologie, volgens hoe we zijn, is de rol van het mannelijke meer actief, productief, agressief, et cetera, en de rol van de vrouw meer afwachtend, lief. Zo is het niet. Ze rommelen gewoon een beetje aan met moleculen en dan is er een bevruchting. Ja.